zit er eigenlijk gewoon voor vakantiebegrippen best wel een beetje doorheen. Dat is niet tol. Zo, hallo, een hele goede maandagochtend. Het is maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen en we zijn nog steeds in Spanje. Laatste dagje. Het allerlaatste, laatste dagje. Vandaag gaan we in de ochtend weg. Ja, we zijn nu onderweg naar de supermarkt. Gaan we even broodjes halen, ontbijten en even een planning maken voor deze allerlaatste dag. De make-up. Een crèmetje. Ik heb ook net een crèmetje. Mag ik nog even? Ik heb een super nice crème. Oké, Jolijn die gaat even los bij make-up. Mag normaal niet. Maar hier is het wel grappig. Oeh, wat ben je weer mooi. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Zou je iets zeggen? Dan slaat het op. Nou? Als je er iets op doet. Niet nodig bij deze, hè? Zo lekker zijn ze. Nee. Zonder geen boterham, niks op. Nee, en toch? Heerlijk. Ja, sommige die hoef je aan de stekker. Ja. Gaat hij goed? Ja. Jammer dat het nu best wel bewolkt is, maar we zijn even de Hills ingereden. De Hills Altea en kijk het uitzicht, jongens. Wow. Dit is echt heel mooi hoor. Moet je kijken, dat is helemaal de, volgens mij de skyline van Benidorm. We zijn weer eventjes onderweg naar het centrum van Altea voor ons laatste dinertje. Een hele mooie lijn zo. Het was vandaag erg bewolkt. Maar soms geeft dat ook wel weer mooie beelden. Ik ben best wel blij dat we naar huis gaan. Ik heb eigenlijk best wel heimwee. En dat komt omdat ik een beetje heimwee heb naar het vaste ritme. Gewoon de normale dingen. Jax die is echt heel, heel erg uit zijn doen gewoon de laatste week. En dat is niet leuk voor mij. Ik zit er eigenlijk gewoon voor vakantiebegrippen best wel een beetje doorheen. Maar goed. Elke nacht om de 3 uur wakker. Ik wil gewoon echt weer aan het ritme werken en terug in zijn eigen kamertje en bedje. Helemaal perfect zo. Tadaa! Is dat eet smakelijk! Salmonen! Ze keren een poco mayonaise of ketchup. Mayonaise. Salut! Salut! Waha! Nom 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 nom. Eén klok.
there we go. We gaan beginnen aan een reis van 2055 kilometer. Exactly. Super veel zin in. Nou, daar zijn we dan jongens bij de allereerste supercharger. En dat betekent dat ik Jax ga voeden. En dan gaan we weer verder. Charger nummer 2. En het gekke is, we zijn nu in Tarragona. Dat betekent dat we weer op het punt zijn van de camping. Je weet wel waar we een tijd geleden waren. Het is hier trouwens heel erg mooi. Er zijn maar 2 plekjes en ze laden ook nog eens heel traag. Normaal zijn we zeg maar in 20 tot 40 minuten helemaal vol en nu staat er iets van 2 uur voor. Dus waarschijnlijk gaan we hier snel weer weg. Zoek naar de McDonald's. We zijn nu aan het laden bij de supercharger in Narbonne. Weg naar de Mac. Daar hadden we ons op verheugd. Kijk hem, kijk dat lipje. Hey Jax, is het lekker? Smaakt het? Je hoeft geen Mac, hè? Nee. Ik heb een heel lief kind en een vegetarische wrap, jongens, van de McDonald's. En hij is super lekker. We zitten in de auto, we hebben een hotelletje geboekt bij weer hetzelfde hotel als waar we op de heenreis hebben geslapen. Valence. Valence. Aaste Hotel. Eens of Aas. Ik heb nu wel even om een babybedje gevraagd, dus als het goed is hebben we een babybedje. We komen eraan om 11 uur en dan kunnen we precies achter slapen en dan gaan we weer door morgenochtend. Dat is niet toll. €18,30. Yo. Hey. Heeft hij nou die kraalplek van die, mij dan. Van die 2 minuten dat hij daar aan zit te zwabbelen? Ja. Nou, wat een mooi kamertje, jongens. Relaxed, toch? Wat rusten. Tot in de volgende vlog. Dan zien jullie de rest van onze reis. Want dat gaat niet meer in deze vlog. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Dat kan hier. En tot dan. Doei. Rock that joint.